Oma Brit leest voor. Sneeuwwitje. Geschreven en geïllustreerd door Dick Bruna in 1966. Er was eens een meisje met blauwe oogjes en met zwart haar. Maar haar gezichtje was zo wit als sneeuw en daarom werd ze Sneeuwwitje genoemd. Sneeuwwitje woonde in het paleis van de koningin van een heel ver land. Nu moet je weten dat de koningin van dat verre land wel heel mooi was, maar ze was helemaal niet lief. Luister maar. De koningin had een spiegel die praten kon. En als zij vroeg, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het hele land? Dan antwoordde de spiegel, de mooiste, dat bent u, koningin. Je begrijpt wel dat de koningin dat heel fijn vond. Maar op een dag, toen Sneeuwwitje al een groot meisje geworden was, vroeg de koningin het weer. En weet je wat de spiegel toen antwoordde? U bent heel mooi, koningin, maar Sneeuwwitje is nog 1000 maal mooier dan u. De koningin werd toen zo boos dat haar gezicht zo rood werd als een tomaat. En ze bedacht iets heel lelijks. Ze liet de koninklijke jager bij zich komen en zei, jager, breng Sneeuwwitje naar het bos en dood haar. De jager wist niet wat hij hoorde. Wat was dat lelijk van de koningin. Maar ja, hij moest wel doen wat de koningin zei. Hij nam Sneeuwwitje mee het bos in. Maar hij doodde haar niet, want hij vond haar veel te lief. En weet je wat hij deed? Hij liet Sneeuwwitje achter in het bos en ging alleen terug naar het paleis. En omdat hij alleen terugkwam, geloofde de koningin dat de jager haar bevel had opgevolgd. Sneeuwwitje moest wel een beetje huilen toen de jager was weggegaan. Waar moest ze nou naartoe? Het bos was zo groot. Ze keek naar rechts en ze keek naar links en toen zag ze een piepklein huisje onder de bomen staan. Daar ging ze naartoe. En weet je wat ze zag toen ze het piepkleine deurtje van het piepkleine huisje had opengeduwd? Een piepklein tafeltje met 7 piepkleine stoeltjes en 7 piepkleine bedjes die keurig naast elkaar stonden. Oh, ik zou best wel even willen uitrusten, dacht Sneeuwwitje. En toen ze heel voorzichtig op de 7 bedjes was gaan liggen, viel ze in slaap. En terwijl Sneeuwwitje sliep, ging de deur open. En wie kwamen daar binnen? 7 dwergen met puntmutsen en witte baarden. Want het was hun huisje. Oh, zeiden ze alle 7 tegelijk toen ze Sneeuwwitje zagen. Wat is dat een lief meisje. Stel je voor dat we zo'n lief meisje hadden om voor ons te zorgen. De 7 dwergen hadden wel zachtjes gepraat, maar toch was Sneeuwwitje wakker geworden van die 7 stemmetjes. Dag dwergen, zei ze, ik wil graag voor jullie zorgen hoor. Als jullie dan aan het werk zijn, maak ik het huisje schoon en dan bak ik een grote taart. Taart, riepen de dwergen alle 7 tegelijk. Taart vinden we het lekkerste dat er bestaat. Intussen was de koningin weer naar haar spiegel gegaan. Haha, dacht zij, nu ben ik weer de mooiste van het land. Maar toen de spiegel zei dat Sneeuwwitje bij de 7 dwergen woonde en nog veel mooier was dan zij, werd ze zo verschrikkelijk boos dat haar gezicht zo groen werd als een augurk. Ze verkleedde zich als een oud vrouwtje en maakte een vergiftigde appel klaar. Als Sneeuwwitje nou een stukje van die appel in haar keel zou krijgen, zou ze inslapen en nooit meer wakker worden. Ze ging op weg naar het huis van de 7 dwergen. Sneeuwwitje deed zelf open, want de dwergen waren aan het werk in het bos. Dag, lief kind, zei de koningin, ik kom jou een lekker appeltje brengen. Oh, zei Sneeuwwitje, de dwergen hebben gezegd dat ik niets mag aannemen van vreemde mensen. Maar ik vind het zo lief van u, dat ik zal toch maar een hapje nemen. Toen de dwergen thuis kwamen, zagen zij Sneeuwwitje op de grond liggen. En wat ze ook deden, Sneeuwwitje werd niet wakker. Wat waren ze verdrietig. Dikke tranen rolden over hun wangen en over hun baarden. En ze zeiden alle 7 tegelijk, dit is de naarste dag van ons hele leven. Ze maakten een kistje van glas en zetten dat vlak naast het huisje. Daar legden zij Sneeuwwitje in en zo konden zij altijd naar haar kijken.
Het hele bos had verdriet. De eekhoorns, de vogels, de herten, zelfs de gele bloemetjes die om de kist stonden. Maar op een dag gebeurde er iets heel prettigs. Er kwam een prins door het bos, een echte prins met een hoed met pluimen. En toen hij bij het huisje van de zeven dwergen gekomen was, bleef hij staan en hij keek in het glazen kistje. "Oh," riep hij uit, "wat is dat een mooi meisje. Mag ik haar niet wakker maken?" "Ach, prins," zeiden de dwergen verdrietig, "zij kan niet meer wakker worden. Maar we zullen het kistje wel even openmaken, dan kunt u haar beter zien." Toen het kistje open was, boog de prins zich voorzichtig over Sneeuwwitje heen en gaf haar een zoen. Door de zoen van de prins schoot het stukje appel uit haar keel en werd Sneeuwwitje wakker. Ze deed haar ogen open en zag de prins. "Dag prins," zei ze. "Dag Sneeuwwitje," zei de prins. "Ik vind jou zo lief en zo mooi dat ik best met je zou willen trouwen." "Ik ook met jou," zei Sneeuwwitje. En dat deden ze en ze leefden nog lang en heel gelukkig.